In onze dagelijkse rubriek voor Sale Today laten we iedere dag iets moois, iets bijzonders, iets lelijks of gewoon iets heel erg duur zien wat vandaag te koop staat. So beautiful. Ja, dat zouden wij ook zeggen over een huis dat we zelf ontworpen en gebouwd hebben. Komt u verder in de Mad Dog Ranch. Een stulpje wat de 2 jaar geleden overleden soulzanger Joe Cocker in 1994 liet bouwen voor hem en zijn vrouw. Everything I hoped for, everything I need. En Joe had kennelijk behoorlijk wat nodig. Het huis is een kleine 1500 vierkante meter en telt 9 slaapkamers en 9 badkamers. Een klassiek ingerichte bibliotheek en een heuse biljartkamer. En een sterrenrestaurantwaardige keuken. De bedoeling van het stel was om er slechts een paar weken per jaar te verblijven, maar ze raakten zo aan het huis en de omgeving verknocht dat ze er permanent gingen wonen. Het was Joe dan ook vooral om de privacy te doen. Met 97 hectare eigen grond en landelijke omgeving heb je dan ook niet heel erg snel last van vervelende buren. Maar elk voordeel heeft zijn nadeel, want het dichtstbijzijnde vliegveld ligt op maar liefst 80 kilometer afstand. Dus dan vraagt u zich natuurlijk af, hoe krijg ik al mijn spullen daar dan heen? Maar ook daar heeft Joe een oplossing voor. Zo is dat, Joe. En hopelijk zijn uw vrienden dan ook bereid om wat mee te financieren. Het huis wordt namelijk binnenkort geveild. En hoewel er geen minimumprijs is, moet u toch denken aan een aankoopprijs van rond 5 miljoen euro. Ah, niet slecht.